Ik hielp op een gegeven moment op de hoek van de Goudse Straat. Was er een kruidenierszaak. En dat was ook, wij woonden toen in de Goudse Dwarsstraat. En dan ben ik daar terechtgekomen. Op een gegeven moment vroeg die meneer, toen die tijd stond in mensen van Zuivel, die altijd keurig in een spierwit jasje. En die keek op een gegeven moment om de hoek, want die moest even iemand hebben voor een boodschapje te doen. Nou, ik ben nooit als roodharige de achterste geweest, hè, laten we zeggen, verlegen en een beetje integer. Dus ik was dus als het eerste bij meneer De Reus om die boodschap in ontvangst te nemen. En toen vroeg hij of ik dat even een boodschap wilde doen, weet je wel, niet exact, weet ik weer wat hoor. Maar vanaf die tijd heb ik daar contact mee gehouden. En dan ging ik dus woensdagsmiddags, hè, want dit was toen zo, het was een woonhuis geweest. En daar, alles werd in doosjes gebracht, hè. Boter en dit en dat en zo. Nou, dan ruimde ik die bootdoosjes op, weet je wel. En dan ging ik de Vliegende Hollander van die zoon van hem hadden Vliegende Hollander. Nou, dat waren dingen, die hadden wij natuurlijk niet, met grote gezin. En ik had nooit zo'n ding. Dus dat had ik urenlang door de kamer te scheuren, weet je wel. En op een gegeven moment was er weer een klant met een hoop boodschappen. En moest er grappig gesjouwd worden met de fiets. Of lopend, hè, want daar hadden geen auto, zoals je die bij je naar de Adaanstraat of Dirk Smitstraat. En dan liep ik even met die dame mee. En dan kreeg ik een cent, of een halfie, of 2,5 cent, weet je wel. Nou, op een gegeven moment was de oorlog. Verhalen hoorde je al lang. De mobilisatie begon al, hè, tegen 40. Dus het werd zo lang hoe spannend. Je zag al militairen komen in de jonge vrouw, al lopen. Nou, je had natuurlijk nooit een militair gezien. Mijn vader was wel in dienst geweest. En die had wel een oud uniform hangen. Maar ja, er zaten meer mottengaten in als broekspijpen. Maar het werd er natuurlijk niet gebruikt. Nou, toen het kreeg je de mobilisatie en die kreeg je op een gegeven moment gaan de mensen hamsteren. Wat nu nog gebeurt, bij wijze van spreken. Nou, toen mocht ik was vrij, van school was ook al vrij. Het werd al langer meer spannender, weet je wel. Ja, oorlog was natuurlijk helemaal onbekend. Het was wel een mobilisatie. Maar wij als kind zeiden wij natuurlijk helemaal niet wat het is. Nou, en toen was het op een gegeven moment zo, mochten de mensen, die gingen hamsteren, maar er kwamen natuurlijk veel mensen. Nou, toen mocht ik de deur open te doen. Zoveel mensen erin en weer wachten, weet je wel. Dus het was een vrij drukke dag. En toen was het de gewoonte, die meneer De Reus zelf, die woonde boven Huntenburg. Dat was, laten we zeggen, 500 meter verder. Die jonge vrouw staat in, boven de behangerszaak. Daar woonde hij. En er kwam zijn vrouw, die kwam een pannetje eten brengen in een theedoek. Dat was zo de gewoonte, een geruite theedoek. Maar toen had hij dat ook. En toen was hij zo druk geweest. En toen besloot hij om maar thuis te gaan eten. En dan mocht Roeltje, uiteraard, die mocht ook mee. Nou, je kan wat nagaan. Dat ik natuurlijk, want toen had je nog laten we zeggen, de arbeider, middenstander en de rijken. Dat was echt helemaal nog afgebakend. Maar Roel, eventjes terugkomen dan op dat bombardement, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, ja, ja. Wat is er toen gebeurd? Nou, dus toen zaten we daar te eten. Toen was er onmiddellijk, werd natuurlijk steeds naar de radio geluisterd. En dat is zo die detail, wat naderhand helemaal nog bevestigd is door de Jong en nog meer documentaire. Op een gegeven moment hoorden wij Duitse toestellen boven de Haag. Het was tegen we 10:10. En toen ging de alarm. Nou, dat alarm, dat was het sein om naar beneden te gaan. Want wij woonden al 3 hoog, de winkel en dan 2 hoog. Toen hebben we naar beneden gegaan, de winkel, allemaal naar beneden. Maar dat heb ik mijn hele leven al gehad. Als er ergens een spanningsmoment optreedt, moet ik naar de wc. Want hij zegt wel eens, nou ja, dat is grof gezegd, hij schijt wat van angst. Nou, dat zal bij mij wel geweest zijn. Dus ik stond daar ook. Op een gegeven moment waren we de winkel. En een verloop naar beneden en daar stonden we in de rij. Toen op een gegeven moment kwam er ook alarm gegaan. En toen kwamen de Nederlandse militairen binnen, want die hadden natuurlijk ook niets meer te zoeken. Die liepen met een oude mitrailleur uit 1400, geloof ik.
Die hadden niks te zoeken. Maar die stelde wel voor om even wat pakken behang voor die grote ruit te zetten, het winkel uit, als die eventueel naar binnen kwam. Dus zo gezegd, zo gedaan. Nou, dan stonden wij te wachten. Toen op een gegeven moment, nou, bombardement, je hoort op herrie en op dit en dat. Nou, toen werd er weer het sein gegeven, veilig. Nou, toen zijn we eruit. Hun zijn al ervaren, die mensen hadden familie in de Hellegersberg. En ik moest naar Krooswijk, want ik woonde in Krooswijk. In de Hendrik-Eijenstraat. Dus ik over de brug heen, nou, en ik nog achterom kijkend. Mijn moeder, alleen mijn vader was er niet. Weet je, ik liep toch in de tegen. Ja, dat zou je zeggen, die zou je zeggen, dat verzint hij. Toen stonden de tramhalters, de palen, die stonden op het trottoir. Een rode paal met een gele bus. En waar erop stond, de tram ging. En het lijn 10 en 15. En de, ik met die grote maat 62 stootte mijn hersens nog tegen die paal aan. Maar ja, die is gelukkig van beton. Dus die stond er schade. Maar ik kan exact die plaats nog aanwijzen nu waar dat toen gebeurde. Nou, toen kwam ik dan bij mijn moeder thuis in de Hendrik-Eijenstraat, maar die waren verzameld in de garage, grendeloos. Want daar was dat grote bedrijf, dat zat daar bij ons. Daar waren de mensen al verzameld om te vluchten. Want je weet, je wist, dit duurt niet, hoe ver dat bombardement zou plaatsen. Hè? In Krooswijk is er gelukkig niets gevallen. Je had nog een hele bijzondere hobby. En wat is dat voor een hobby? Nou, ten eerste was zingen. Dat was onze gave van moeders. Heel de familie kon zingen. Nu nog, bij wijze van spreken, nu hebben we haast niet meer dat ze onder elkaar komen. Maar normaal als het wel weer te zijn, repeat, ver, mijn zussen, andere zussen, gaan allemaal zingen. Mijn broer, zeker Piet, de derde broer, nou, die trommelt. Daar kan de Suriname, bij wijze van spreken, niet heen op. Dat ritmegevoel, enorm. Mijn vader speelde mondharmonica, nooit wat geleerd, gewoon. Hup, hup. Dus dat was toch op. En dan maakte ik wel eens een grapje. Thuis op de christelijke school maakte, want dat zeg ik wel eens tegen de mensen als ik optreed, weet je wel, daar in de pauze. Dat zingen en school blijven, dat waren mijn hoofdvakken. Wanneer ik in het avondduister nog eens die oude plek betreed, waar jij weer staat in volle luister, maar toch herinnert aan veel leed, hoor ik jouw klokkentonen zoemen, vol dankbaarheid stroomt door mijn bloed. Ik pluk voor jou de mooiste bloemen en leg ze eerbiedig aan jouw voet. Mooie grijze laurentoren, ja, wij bouwden jou weer op. Nu zal jouw ontwereld komen. Waar het voor het zullen voelt, eenmaal zou jouw stem weer klinken, overgoten door de zon. Zou jouw silhouet weer blinken, horen wij de tonen klinken van jouw mooie carillon. Oh!